een nieuwe video. We beginnen met rek en strekken. Een videootje die je ook voor meerdere workouts kunt gebruiken. Vandaar dat we hem even apart gezet hebben. We gaan even van bovenaf beginnen. Dus we beginnen bij het hoofd. De schouder staat goed naar achter, die staat laag. En dan ga je eerst van links naar rechts kijken. Dus je draait. Ik moet even vast. Kijk naar de andere kant. Spanning doorvoelt. Even vasthouden. Hetzelfde gaan we doen. Van beneden naar boven. Beneden. Breng je kin naar het plafond. Als je wilt voorkomen, blijf gewoon liggen. Dus geen holle rug trekken als je omhoog kijkt. Je lichaam. Je pakt je arm, je trekt je schouder, trek je laag aan die kant. Je gaat met je hoofd schuin naar voren, zodat je hem voelt van je schouder naar je hoofd toe. Even vast nog. En los. Doe ook de andere kant. Trek je elleboog, je schouder weer naar beneden. Hoofdschuim naar voren. Okay. Kijk, voor ons gaan we achtjes maken. Dus we gaan eigenlijk een achtje op de zijkanten. Dus we gaan van links naar rechts. Hier is de ene kant op. Midden en naar beneden, kijk naar de vloer, kijk
kruis erachter, kijk voor je, gaan we afrollen naar beneden, je voeten zijn op heupbreedte. Dus je rolt je hoofd af, schouders naar voren, handen naar beneden, kijk naar je benen naar achter. Goed strekken, adem beneden diep in, door je neus. Blaas uit. Adem in. Rol af. Adem weer diep in door je neus. En rol op. Doe nog een keer. Naar buiten, doe je hand in de nek, gaan we even naar een good morning. Dus ik duw mijn billen naar achter, licht ik knik in de knieën, hou beneden even vast. Als ik omhoog kom, knijp ik mijn billen aan. Dus kom op, span je billen, adem erin naar beneden. En spannen. Even staan, zet één voet voor, één voet achter, gewoon op heupbreedte. Dan ga ik zo meteen mijn heup naar achter brengen, buig mijn achterste been door mijn knie naar voren te duwen en mijn linkerbeen houd ik gestrekt. Dus als ik sta, ik adem in en ik maak uit. Ga ik langs mijn linkerkant van mijn been naar beneden richting mijn enkel. Dus ik sta rechtop. Ik draai in. Naar beneden toe. Laat ik daar nog. Doe nog vier keer die kant. Thank you.
zitten. Zak naar squat. Kijk voor je. Strek je benen. Laat je benen naar beneden. Kijk voor je. Blaas eruit. Zetten we de andere knie neer. Moet weer buiten. Eerst ga ik het duwen naar beneden toe. Je moet goed die binnenkant voelen. Ga je naar achter. Zet je handen bij. Blijf duwen. Zet je rechterknie weer neer en je linkervoet zet je voor. Zet de handen naast de voet. En dan ga ik deze knie naar voren duwen. Laat de voet wel goed die ronde rekken. En mijn achterste knie laat ik wat verder naar achter, zodat ik ook die voorkant meepak. Dus duw die linkerknie naar voren toe. Lekker spanning erop houden. Voor je andere knie is, ga je met je gewicht erop en dan maak je de hoek tussen je voeten en je scheenbeen zo klein mogelijk. Ook daar voel je weer de achterkant van je been flink trekken. Je bedspanning eraf. Nu loop je nog verder door. Dus dat je voet eigenlijk aan de buitenkant van je knie is, zet mijn handen er weer voor, dus eentje eroverheen en eentje ernaast. Ik duw weer mijn knie naar voren, alleen nu zie je, mijn voet blijft plat en mijn knie is naar voren en naar buiten. Dan pak ik weer een ander plekje, de achterkant van mijn bovenbenen. Probeer je voet zo plat mogelijk op de grond te houden. Oké, nu zet je je rechterhand voor je linkervoet. De andere hand zet je in push-up positie naast, nu duw je je knie naar beneden, maar hij blijft van de grond en nu voel ik meer de zijkant van de bil. Dus die hou ik even vast, dus ik kan zelf ook beter de tegenovergestelde kant pakken, zodat je het nog beter voelt. Doorveren. Oké, zet je knie neer en dan ga je rechtop zitten. Ben weer terug. Ga je andere knie zitten. Zet je voet weer voor. Andere weer naast.
de knie weer. Handen ernaast, duw naar voren en duw die knie naar buiten. Probeer je voet weer plat op de grond te houden. Zet je linkerhand op je rechtervoet. Je andere hand ernaast. Duw je knie weer naar beneden. Blijf je zitten. Goed spanning op die bil. Eventueel wat er tegenin sturen. Je ziet mijn voet ligt op je zijkant. Zet ik mijn knie weer neer. Dan ga ik weer rechtop zitten. Hou het. Even naar achter de mat. Mijn knieën zitten uit elkaar. Zie mijn voeten. Zie mijn achter. Zet mijn handen neer. Duw mijn ogen op mijn armen naar beneden doen. Dan ligt in de mat en houd even vast. Nu ga ik eerst met mijn rug omhoog. Dan volg mijn benen. Ik rol door. En ik kijk omhoog. Dan doe ik mijn hoofd weer naar binnen. Rug omhoog. Billen omhoog. En weer terug. Billen omhoog, hoofd naar binnen, duwen, 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 rollen en weer omhoog. Dus duw je heupen naar voren, je mag niet je onderrug voelen, maar de voorkant van je heupen. Nog één keer. Oké, je handen onder je schouders, knieën onder je heupen. Neutraal. Je gaat hetzelfde doen, maar alleen maar het trapeze bovenin. Dus je zakt ertussen en blaast uit. Andere kant op, kijk naar, adem in, tot achter je oor, kijk naar je hand en blaas uit, en je bent weer aan het begin. Nog eentje. Nu gaan we openen. De eerste helft van de beweging adem in en als je je adem neerlegt, blaas je uit. Dus ik adem in. Ik leg mijn arm neer. Adem in. En blaas weer uit. Ik ben weer bij het begin. Adem in. Blaas uit, leg neer.
je lekker in doet nog een keer.
verwarmingen. Dus ik hoop dat jullie nu klaar zijn voor welke workout je ook gaat doen. Volgende keer laten we een andere zien. En deze kun je voorlopig even gebruiken. Veel succes.